Isa Capiao, we zijn hier vandaag in Waregem. Jullie mochten in het Regenboogstadion spelen hier tegen AA Gent. Was het een moeilijke wedstrijd? Ik denk dat het ten eerste super leuk is dat we hier mogen spelen. Ik denk dat we veel mentaliteit hebben getoond. Er waren grote ruimtes, het was een beetje moeilijk. Hè. Maar ik denk dat we vooral het goede moeten onthouden van deze match. En dat is dat we veel mentaliteit hebben getoond. Ons een beetje, ja, ons mannen kunnen gaan stellen in duels, maar dat we soms wel een klein beetje tekort kwamen. En dat we aanvallend wel soms iets meer mochten brengen dan dat we nu gebracht hebben, maar oké. Okay. Ja, het was wel leuk om voor zoveel publiek te spelen, denk ik. Ja, sowieso. We zijn iedereen sowieso dankbaar dat ze hier geweest zijn. En voor ja, iedereen, voor de alles, accommodatie, dat we hier mochten spelen ten eerste. En ja, sowieso. Ja. Jullie gaan trekken volgende week naar Standaard. Hoe zie je dat? Ja, dat is iets voor volgende week. Maar ik denk dat we sowieso terug met dezelfde mentaliteit moeten aanvatten. Het zal terug hard zijn, duels tegen een Waalse ploeg. Dus, ja, maar ik denk nog meer voetballen op de mat brengen, dat we, ja, de passing moet iets beter. Dus ja, maar we zien het wel zitten. Oké, ik dank je. Veel succes. Ja, dank je wel.